Hallo, en arbeid, paragraaf 3 van hoofdstuk 4 voor VWO 3VWO. Mijn naam is meneer Ruitenberg, maar laten we eerst kijken naar vorige week. Waar we hebben we vorige week over gepraat? En weten we dat nog? Het verband tussen massa en de traagheid van een voorwerp. Je moet weten wat er gebeurt met de traagheid als de massa groter wordt. En dan weet je uiteindelijk natuurlijk ook gelijk het verband. Oké. Okay. Je kunt ook het verband toelichten tussen de resultante, dat is een kracht, de massa en de versnelling. Nou, daar heb je geluk, want het verband komt nu in beeld. Dat is namelijk de kracht is gelijk aan de massa keer de versnelling. Dus als je een hele grote massa hebt en die wil je met 1 meter per seconde kwadraat versnellen, dan heb je een grotere kracht nodig als dat je een kleinere massa hebt. Oftewel, als, er een strandbal op je, als je een strandbal wil weggooien, heb je minder kracht nodig dan als je een voetbal wil weggooien. Um, de onderste, je kunt uitleggen dat de valversnelling voor elk voorwerp in de vrije val even groot is. Nou, hier op aarde hebben we, een, uh, hebben we daar een constante voor. Uh, G is op aarde gelijk uh, aan 9,81 meter per seconde kwadraat. En dat is dus in je berekening, de g is dan de, de waarde voor de gravitatieconstante, en dat is eigenlijk dan in die sommen, is dat de a. Dus a is in zo'n som, is g en is dit getal. En dan zie je dus dat eigenlijk ongeacht, ongeacht wat, is dit de versnelling die een object krijgt. Dus elke seconde gaat die 9,81 meter per seconde sneller. Nou, dat is een moeilijke zin, maar uh, je moet het wel kennen. En daardoor valt ieder object uh, met dezelfde valversnelling en zijn ze tegelijk op de grond als ze in vrije val zijn. Nou, vrije val hebben we eigenlijk niet zoveel. Waarom? Omdat we ook vaak last hebben van de luchtweerstand, maar dat verwaarlozen we even. Voor dan, om het nu nog even wat makkelijker te houden. Goed, nieuwe doelen: we moeten verschillende manieren beschrijven om een voortstuwende kracht te produceren. Oké. Okay. Je kunt uitleggen hoe de arbeid afhangt van de afstand en de voortstuwende kracht. Oké. Okay. Je kunt berekeningen uitvoeren met arbeid, de voortstuwende kracht en afstand. Gaan we doen. Je kunt energiestroomdiagram van brandstof- of elektromotoren tekenen en toelichten. Gaan we doen. Je kunt uitleggen dat de arbeid even groot is als de hoeveelheid nuttig gebruikte energie. Dat ga je zien. En als laatste, je kunt het rendement ook nog berekenen. Hé, hey, dat komt misschien bekend voor. Verandert namelijk ook waarde aan. Um, bewegen. Kost moeite. Die zie je, sporter is lui. Heeft hard of lui. <laughs> nou, ik denk sporters zijn op het algemeen niet lui. Maar hij is wel moe. Hij heeft hard gerend. Bewegen kost moeite. En welke energieomzetting vindt er nou plaats tijdens het sporten? Ja, hij moet energie leveren. Waar komt die energie vandaan? Nou, die energie die komt vandaan uit zijn eten. En dat noemen we eigenlijk chemische energie. Want het eten is eigenlijk alvaren een brandstof voor mensen. En um, daar zit dus chemische energie in opgeslagen. En die uh, chemische energie. Dus ik zeg even E en dan zet ik hier een C'tje van chemisch wordt omgezet in. Nou, wat gaat er gebeuren? Het uh, gaat bewegen. Dus dat wordt bewegingsenergie. Zal ik even een beetje van bewegen. Dus chemische energie wordt omgezet in bewegingsenergie. Oké, okay. nou, dat uh, moet je kunnen vertellen. Als je het auto rijden bent, is er ook een energieomzetting aan het plaatsvinden. Wat is hier... Uh, Waar komt de energie vandaan in de motor? Nou, voor het algemeen is dat nog steeds een benzine dan wel dieselmotor. En dat uh, is ook een chemische energiebron. Nou, wat gebeurt er met die auto? Die auto die gaat bewegen. Dus het wordt ook weer omgezet in bewegingsenergie. Je hebt ook elektrische auto's. Nou, dan heb je elektrische energie die wordt omgezet in bewegingsenergie. Dat kan natuurlijk allebei. bij. En dan de laatste tijdens het zeilen. Nou, uh, wat heb je nodig om te kunnen zeilen? Dan heb je wind nodig. Als er geen wind is kun je niet zeilen. En wat is wind eigenlijk? Nou, wind is eigenlijk bewegende lucht. Bewegende deeltjes. Dus die deeltjes die hebben een bewegingsenergie. En die wordt omgezet in nog meer beweging. Dus eigenlijk is dit van beweging naar beweging. Je had kunnen zeggen van windenergie naar bewegingsenergie is ook goed. Ik vind het allebei goed. Waarom kost het bewegen op aarde moeite? Waarom is het voor die renner, waarom moet hij ervan zweten als hij hard gerend heeft? Waarom heeft deze auto... Moet hij zoveel benzine verbranden om vooruit te komen. En waarom um, moet deze zeilboot uh, zo'n uh, hele grote heel groot zeil hebben? Waarom kost bewegen ware moeite? Nou, dat heeft alles te maken met weerstand. Ja, als er geen weerstandskrachten zouden zijn, dan hoef je alleen maar op gang te komen en daarna hoef je niks meer te doen. Maar als jij met je fiets op gang bent gekomen, moet je nog steeds blijven trappen, want anders houd je op. En dat komt, anders houd je op met bewegen. En dat komt door de weerstandskrachten. Nou, We hebben er drie. Die ken je als goed zo. Dat zijn de luchtweerstand. Het opzij duwen van lucht. Dat voor je zit. Moet aan de kant. Je moet erheen. Er het hebben van rolweerstand. Oftewel het vervormen van je wiel. En de ondergrond. En het hebben van schuifweerstand. Oké. Okay, schuifweerstand heb je vooral ook nodig. Om af te zetten. Met je voeten op de grond. En met de rubberbanden van de auto. Om op gang te komen. Uh, dus die werkt niet zozeer tegen. De tegenwerkende krachten zijn rol en lucht. En dan heb je als het ware nodig om jezelf af te zetten. Daar komt ie. De energie die nodig is om te bewegen, hebben we een naam gegeven. Arbeid. Nou, je kunt denken aan het Duitse arbeid. Uh, dat is ook werken. En je moet werken om te bewegen. Nou, dat, uh, daar komt denk ik die naam dan ook vandaan. Dat ben ik niet zeker, ga ik eruit zoeken. <laughs> en letterlijke definitie is dan arbeid, puntje, puntje. De hoeveelheid energie die een motor nuttig gebruikt om een massa over een bepaalde afstand te verplaatsen. Nou, er zit heel veel in die zin. Lees hem nog een keer rustig voor. En dan vraag je, je ook om weer een aantekening van te maken. Deze moet je gewoon kennen. Uh, en is best wel moeilijk. Dus, arbeid, de hoeveelheid energie ja, die een motor nuttig gebruikt. Dus die daadwerkelijk gebruikt is om te bewegen. Niet is verloren aan warmte bijvoorbeeld. Om een massa over een bepaalde afstand te verplaatsen. Nou, die auto die heeft natuurlijk een massa. En dat moet verplaatst worden over een bepaalde afstand. Nou, dat is de letterlijke definitie. Hij is best pittig. En daar kunnen we ook aan rekenen. Want dit kunnen we ook leggen, vastleggen in een formule. In een formuleverband. En uh, dan wordt hij een stuk korter. Nou, we natuurlijk houden wij daar altijd van. Uh, wat zien we namelijk? De arbeid kun je berekenen door de kracht keer de afgelegde weg te doen. Dus welke kracht was er nodig om hoeveel meter af te leggen? Ja. En die kracht moest dan, die is dan vaak constant. Dus dan is iemand, een auto, is, de motor is constant kracht aan het leveren om zeg maar, op een snelweg 10 kilometer af te leggen met dezelfde snelheid. En dan kun je vertellen van: oké, okay, nou, als ik de kracht die die motor heeft geleverd keer de afgelegde weg doe, dan kom ik bij arbeid. En arbeid gaat over energie. Goed, arbeid kun je afkorten met de letter W. En ik kan je niet vertellen waarom. Ik kan wel vertellen dat het zo is. De kracht korten nog steeds af met een F. En de afgelegde weg is nog steeds een S. En die S kwam van het Latijn spatio, oftewel ruimte. Daarom komt de spatiebalk. Noemen we ook spatiebalk. Omdat spatio, spatiebalk, dat lijkt op elkaar. En dat is een afgeleide daarvan. Die F kun je koppelen aan force. Uh, en de W weet ik niet. Ga ik kan ik uit gaan zoeken in de toekomst. Hierin is W dus de arbeid die een kracht heeft geleverd in een newtonmeter. Waarom? Nou, want je doet eenheid newton, doe je keer aantal meters. En uh, omdat ze allebei, omdat je keer elkaar doet, is dit is de definitie hier van newtonmeter. Net als je bijvoorbeeld bij energie zou, uh, um, als je dat bij energie hebt, uh, dan heb je bijvoorbeeld uh, een vermogen kilowatt en dat doe je een keer een aantal uren dan is jouw antwoord is kilowatt uur ja dan zitten ze allemaal aan elkaar als het ware en bij snelheid is dat juist anders dan ga je het aantal meters delen door het aantal seconden dat, die, dat je erover deed en dan is je antwoord ook meter per seconde zie je dan komt er zo'n deelstreep in te staan en dat is nu bij deze, de, deze eenheid dus niet dat is een patroon wat ik hoop dat je ondertussen uh, gaat herkennen uh, binnen de natuurkunde, dat zal het allemaal een stuk makkelijker maken. Alleen het blijkt ook dat Newtonmeter, dat dat gelijk is aan jou. Dus 1 Newtonmeter is ook 1 Joule. Het kost 1 jou aan energie om een kracht van 1 Newton te leveren over een weg, een afgelegde weg van 1 meter. Ja, nou, dat is ook gewoon een, Die mag je gewoon aan elkaar gelijk stellen, moet je ook onthouden. Nou, en dan die andere twee, die kennen we wel intussen. Goed, oefenvraag. Zet hem op pauze en reken hem uit. Dan komt nu het antwoord. Koen rijdt, Koen rijdt op zijn crossbrommer 10 km door het bos. De motor moet hierbij een gemiddelde kracht leveren van 200 newton. Wat was, is de verrechte arbeid? Nou, uh, gegevens, de arbeid die is gelijk aan de kracht keer de afstand. De afgelegde weg. Nou, de kracht in dit verhaal is 200 newton. Wat is de afgelegde weg? Dan zou je kunnen denken 10. Nee, het is niet 10, want dit is kilometer. En we moeten dit in meters opschrijven. Dus dan hebben we 10.000 meter. Ja, altijd goed aan denken. Hier op die, parg, op die vorige dia zie je dat de eenheid van afgelegde weg in meters is. Dus dan moet je dat ook altijd netjes in meters op gaan schrijven. Oké, okay, dus dat hebben we ingevuld. Keer uh, 10.000 daar komt uh, 2 miljoen uit en dat is dus een newtonmeter. 200 miljoen newtonmeter. Oké. Okay. Dat is ook 200 miljoen. Dat uh, is niet 200 miljoen. Dat is ook 2 miljoen uh, newtonmeter. En dat kan ik ook op een andere manier schrijven, namelijk 10 tot de macht 6. Want 10 tot de macht 6 is gelijk aan 1 miljoen. 2 keer 1 miljoen is 2 miljoen. Dus dat is natuurlijk gewoon hetzelfde, moet je ook leren. En die 10 tot de macht 6, die mag ik ook schrijven als een hoofdletter M voor mega. Van miljoen, miljoen en mega is hetzelfde. Maar daar hoort ook een, kun je ook een andere eenheid achter plaatsen, namelijk joule. Want dit gaat over, ook over energie. Dus er was 2 miljoen joule nodig. Dus 2 megajoule. Oké? Okay? In principe is het op de toets voldoende als je dit stuk hebt gedaan. Dat bovenste deel. Hieronder wil ik alleen even laten zien dat je dat ook nog anders op kunt schrijven. Goed. Dan nu in combinatie met energie. Want we gaan het ook weer een beetje over energie hebben. En er komt weer een nieuwe vraag. Een automotor levert een kracht van 800 newton. Oké, okay, dus ietsje meer. Over een afstand van 30 kilometer. Ook iets meer. Hier wordt 2,25 liter benzine voor gebruikt. Oké, okay, zoveel liter benzine gaat erop. En de benzine heeft een stookwaarde van 33 gj-m3. Oftewel giga jou per kubieke meter. Waar staat die giga voor? Die giga staat voor 10 tot de macht 9, oftewel 1 miljard. Dus 33 miljard jou per kubieke meter. Maar we hebben geen kubieke meter. We hebben 2,25 liter. Ja, dus je zult je hem in elkaar moeten omrekenen. Goed, ik laat je nu even zelf stuntelen hiermee. Probeer hem op te lossen en dan uh, laat ik zo het antwoord zien. Oké, okay, er komt dan nu het antwoord. Um, oh, de vraag. Oh, jajaja. Het rendement moet je berekenen. Ik hoop niet dat je nu de dingen op stil hebt gezet en geen idee had wat je moest doen. Maar je moet het rendement berekenen. Ik was het, het vergeten door te klikken. Kijk gebeuren? Nou, doen we drie stappen. Stap 1 is eigenlijk eens even kijken hoeveel energie is er in totaal vrijgekomen door, door het verbranden van die benzine. We hebben natuurlijk niet alles kunnen gebruiken van die energie, want een deel heeft de motor opgewarmd. Ja, dan ging heel veel warmte via het motorblok naar buiten toe. En werd gekoeld door een radiator. Oké, okay, dus het is, ook, het is ook wat verloren gegaan. En dan gaan we dus het rendement bepalen. Oké, okay, ik heb 2,25 liter. Hoeveel kubieke decimeter is dat? Dat is iets wat je moet weten. Moet kennen van eigenlijk van leer 2. Nou, die twee zijn gelijk aan elkaar. Dus dat is ook 2,25 kubieke decimeter. Dan, hoeveel kubieke meter is dat gelijk aan? Dus 2,25 kubieke decimeter. Hoeveel kubieke meter is dat? Nou, het is eigenlijk één stapje van decimeter naar meter. Maar omdat er een drietje boven staat, is het een stapje van 1000. Dus dan is het 1000 keer zo klein. Wat houden we dan over? Dan is het 0,00225 kubieke meter. En dat kunnen we ook schrijven als 2,25 keer 10 tot de macht 3. Ja, dat is misschien ook nieuw om te zien voor jou. Uh, ik heb eigenlijk hetzelfde getal gelaten, wat hier staat. Dat staat hier ook weer. Alleen nu doe ik in plaats van duizend erbij op, zeg maar, keer duizend, doe ik nu ja, een, als het ware duizend, er, duizend keer minder maken. En dat kun je op deze manier opschrijven, dit is gelijk aan 0,001. En dan uh, betekent dit hetzelfde als dit. Dat is gewoon een schrijfwijze. Daar moet je ook een beetje mee leren werken. Oké, okay, dus zoveel. Kubieke meter is erop gegaan aan benzine. Er komt nu het tweede deel. Zoveel energie komt er per kubieke meter vrij. Dat is ook wel gelijk aan, nou ik zei het net al, 10 tot de macht 9. Hè? Die g giga staat voor 10 tot de macht 9. Dus 33 keer 10 tot de macht 9 jouw per kubieke meter. Oké, okay, ik heb dit. Zoveel energie komt er vrij per kubieke meter. Nou, dan moet ik dat keer elkaar doen om erachter te komen hoeveel energie ik totaal heb verstookt. Nou, ik doe dit keer dat, kan ik gewoon intoetsen in mijn rekenmachine, zet het dan wel even tussen haakjes, omdat je met deze tot de macht zit, dat, dat gaat altijd voor, en dan moet je dus uh, uh, het wel tussen haakjes zetten om tot een goed antwoord te komen. En dan kom je op een antwoord van 74,25 keer 10 tot de macht 6 joules. Oké, okay, is stap 1. Zoveel is er vrijgekomen, totaal. Tweede deel. Gaan we de, hoeveel is de nutte gebruikt? Hoeveel arbeid heeft de auto geleverd? Hoeveel energie heeft de auto daadwerkelijk gebruikt om die afstand af te leggen? Nou, dan gaan we kijken naar arbeid. Nou, daar hebben we de formule voor. W is F keer S. Ik hoop dat dit goed ging. Dit is natuurlijk eigenlijk een beetje hetzelfde als hiervoor. Dan hebben we 800 keer 30.000. Want ja, dit moet er nog steeds meters worden. Rekenen we uit, zien we dat dat 24 keer 10 tot de macht 6 joule heeft uh, geleverd. De motor van de auto. En dan gaan we het rendement bepalen. En het rendement is gelijk aan hoeveel procent nou nuttig gebruikt is. Nou dan gaan we kijken hoeveel was nuttig, hoeveel was totaal? 24 74,25. Die, die 10 tot de macht 6, die hoef je er eigenlijk niet eens bij te schrijven. Omdat het uh, niet uitmaakt voor, de, voor qua wiskunde. Je kunt hem altijd gewoon bijzetten. Het is wel, dan maak je misschien wel minder foutjes, maar omdat die 10 tot de macht 6 staat, en daarop 10 tot de macht 6 kun je hem eigenlijk wegstrepen. Hoeft niet per se. Oké, is niet snapte, niet erg. En er komt er een antwoord uit, en dat is 32%. Dus antwoord op de vraag: het rendement van deze automotor is 32%. En de rest gaat gewoon de lucht in om de lucht warm te maken. Lekker zinloos. Lastige vraag. Maar hier ga je, hier, als je dit goed gaat snapt, dan ben je heel ver op weg. En dan, um, dan uh, ja, kun, je, hier kun je heel veel van leren. Volgende doel. Was het maken van een energiestroomdiagram. Oftewel, een soort van pijl. waarin we gaan zetten wat de energieomzetting is. En de ene kant van de pijl is dus wat gaat erin. dat komt aan de linkerkant. En wat gaat erin? Nou, daar gaat benzine in. En benzine is een vorm van chemische energie. Dus er gaat chemische energie in. en de. de. kwantiteit van de hoeveelheid energie die erin gaat. die moet gelijk zijn aan beide kanten, dus de hoeveelheid energie is gelijk, alleen er krijgt een andere kwaliteit als het ware. Nou, de kwaliteit neemt hier met name af, omdat er heel veel omgezet wordt in warmte. Die 32% hebben we uitgerekend, die werd nuttig gebruikt, door het verrichten van arbeid, dat was nuttig gebruikt, dat was het doel, het doel van de auto is verplaatsen en niet het produceren van warmte, want dan zouden we hem wel in de woonkamer neerzetten. En dat betekent dus dat er 68% als warmte uh, werd ja, weggegooid. En de dikte van de pijl moet in totaal echt even groot zijn als, de als deze kant. Ja, en dat heeft dus te maken met dat de energie nooit kapot wordt gemaakt, alleen wordt omgezet. Dus energie kan alleen worden omgezet. Dan zijn we er bijna. Oh, we hoeven alleen nog maar de doelen. Ik dacht dat nog er nog een slide kwam. Maar we hoeven alleen maar de doelen te checken, kijken of we uh, uh, dat we nog een dia moesten. Uh, hoe kun je een voortstuwende kracht produceren? Nou, met chemische uh, energie om te rennen, uh, bewegingsenergie van de wind, windenergie om uh, te zeilen, nou, enzovoort. Hoe hangt de arbeid van de afstand en de voortstuwende kracht af? Nou, dat is gewoon de formule. Uh, dat moet je dus ook kunnen, mee kunnen rekenen. Dus V is F keer S. Nou, die moet je gewoon uit je hoofd kennen. Dan moet je ook het energiestroomdiagram kunnen maken. En toelichten. Nou hebben we volgens mij kunnen jullie dat nu ook. Um, nou ja, de arbeid is dus even groot als de nuttige gebruikte energie. Want dat ging op aan een nuttig doel. En die moeten we ook kunnen berekenen. Nou, dat hebben we in die oefenvraag gedaan. Nou, dan hou, nu, hou ik op met het uh, vertellen dat je vooral moet gaan oefenen met het maken van opdrachten. Die staan in je boek 1 tot en met 9 kun je gaan maken. En daar wens ik je heel veel succes bij. Ik hoop dat je wat gehad hebt met deze video. Hij was weer redelijk lang. Maar ik, uh, ja, ik probeer het altijd zo, uh, zo compleet mogelijk uit te leggen. En uh, dat je dan ook maar alles, uh, alles kan na de tijd. Goed, fijne dag nog. En uh, hopelijk tot de volgende video.